Hallo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag zijn we in Leeuwarden en we gaan een politiedienst doen. En ja, we gaan gewoon een politiedienstje doen, dus de verkeerspolitie is de verkeerde. Zo. Er zijn updates geweest in Leeuwarden, ik ben er heel benieuwd naar. Even kijken, wordt mijn auto gespand? Word ik er niet meer ingezet? Oké. Je moet blijkbaar tegenwoordig naar de auto toe lopen. Oh, we moeten naar achteren. Normaal konden we zo rijden. Nu is het anders. We gaan naar rechts. Nou, we gaan gewoon lekker een politiedienst doen, zoals ik had gezegd. En we gaan kijken wat voor meldingen er binnenkomen. Oh. En we gaan waarschijnlijk ook nog iemand aanhouden zo meteen. Dus ja, we zien het wel. Ik ga, als het goed is, ga ik even proberen om wat mensen te checken met hun auto. Wacht, ik heb mezelf klem gereden. Oh ja, je kan daar niet meer naartoe. We moeten de andere kant uit. De map is veranderd. Zo. Ja. Weer gefixt. Naar mijn mening voelt de map een beetje kleiner aan. Omdat, ja, het is heel veel bomen geworden. Dus ja. Beetje uitkijken, Stijn. Ik ben heel slecht in rijden, jongens. Mijn excuses. We gaan naar links. We rijden niet in Engeland, Stijn. Hoe krijg ik het ook voor elkaar, hè? Hoe krijg ik het voor elkaar om zo te rijden? Zo. Ja, rij maar gelijk door rood. Lekker Stijn, lekker bezig bro. Nou, eens kijken. Oh, dat is een politie. Hier is DSI. Mensen zetten sirenes aan. Wat is er aan de hand? Niks, dan rij je. Nee, grapje. We gaan even kijken wat er aan de hand is. Ik ben nieuwsgierig. De sturen van deze auto's zijn echt niet chill. Kijk, het neemt ook veel te lange bochten. Bro, doorrijden. Hij heeft lag. Koop een betere computerpick. Een beetje net te rijden ook. Moet ik zeggen. Ah, mijn computer is, of ja, mijn laptop is goed. Maar rijden kan ik niet. No. Exposed. Oh. Doorrijden. Maar de map voelt echt veel kleiner aan. Dat komt omdat, ja, nu moet je naar de snelweg om naar een ander gedeelte te gaan van de map. Oh ja, dit is het weiland. Maar er zit een heel weiland tussen. Maar zeg maar de, ja, het is gewoon heel klein qua... Oh wacht, verkeerde... Kijk, ik kan totaal niet rijden zoals je ziet. We moeten verder. Zo. Even op de rem. Nou, we gaan gewoon weer lekker verder rijden. We moeten even voorzichtig zijn hier. Zo. Hier naar rechts. En
Dan komen we op het industriegebied als het goed is. Oh, dan moet ik wel goed blijven rijden. De rij is een keer netjes. Oh. Ja. Ik ben trouwens heel pro trouwens in ontsnappen aan de politie. Letterlijk. Niet in het echt natuurlijk. Gelukkig niet. Ik ben geen crimineel. Voordat iedereen gaat zeggen. Jij vindt je crimineel, want daar heb je gezegd. Yo, ik zei van achteren, ik ben geen crimineel, dus ik rijd ook niet door rood. 3 uur wachten. Jee. Nou. Hoe lang duurt het nog? Weet je wat ik dan doe? Zo, huppakee. Ik heb de wet niet overtreden. Ik had mijn sirenes aan. Zo. We gaan naar links. Naar links. Het zal wel grappig zijn. Wie komt er met mij mee? Wie wilt er meedoen in een video? Nou, grapje. Grapje. Jullie mogen niet meedoen. Alle views zijn voor mij. Nee. Maar ja. Je hebt dus een heel industriegebied. Plus een weiland. Dan heb je aan de... Hoe noem je dat? Ja. Bij de span is het gewoon heel klein. Nou, zo voelt het dan. Ja. Het is een beetje raar. Heb je een klein stukje stad. Ja. Heel veel winkels. Een paar huisjes. En dan heb je ineens een heel industrieterrein ernaast staan. Trouwens zitten ze volgens mij ook winkels. Het is een beetje raar. Het zijn gewoon twee steden naast elkaar geplakt. Waarvan Leeuwarden dus de... Of waarvan de oude Span. Dus de Span. Waarvan de Span zeg maar... Een klein dorp is. Met... Op een of andere bizarre manier... Heel veel winkels. En daarnaast ligt een heel industriestadje. Met allemaal flatgebouwen. Oh. Ik doe even. Wacht. Heb ik een taser? Hoe deed ik het openen? Ik ben het vergeten. Tap. Nee, dat is iets anders. Ah ja, dat kon ik trouwens weten. Dat het tap was. Dat was. Nou. We gaan weer verder. Huppakee. Maar jongens, ik wil van jullie weten, wat is jullie lievelingsdier? En ik sta ondertussen de wet te overtreden. Jongens, ik ben de wet. Yeah. Let's do this, kunnen we net zo goed. Nou, we gaan ons nu weer netjes gedragen. Want je mag niet de wet overtreden. Dat mag niet van Henk, de politieagent, toch Henk? Ja, ze mogen niet de wet overtreden. Laat me weten, moet ik een roleplay persoon maken die Henk heet? Henk de agent. Dan begin ik gelijk een YouTube kanaal voor Henk. Hallo, ik ben Henk en welkom bij deze video. Het is mijn allereerste video. Ik wil deze bekend worden als Jan Willem. Ja, je weet wel. Nou, grapje. Ik ga geen roleplay persoon maken en dan gewoon een YouTube kanaal maken. Okay. Let's do this! De 1K abonnees. Nou, grapje. Grapje jongens, we gaan het niet doen. Oké, dat doen we niet. We gaan het letterlijk niet doen. Jullie weten dat ik 200 km per uur rijd.
over volgens mij iets wat niet de snelweg is. En dat ik nu tegen een boom aanknal en officieel het echt dood zou moeten zijn. Maar het is Roblox. Jongens, het is Roblox. Alle meisjes die naar mijn YouTube kanaal kijken. In de statistieken staat dat jullie geen meisjes zijn. Nou, in ieder geval. Zolang de statistieken 100% jongens zijn, ga ik geen hallo kijkers gebruiken. Toch wel doe ik bij mijn intro. Maar ja. Meisjes kijken toch nooit langer dan 10 seconden. Jongens ook niet. Niemand kijkt 10 seconden langer. Als je dat wel doet, laat het weten in de comments. Ik krijg gewoon het gevoel dat mensen mijn video's gewoon niet bekijken. Gewoon hem aanklikken, liken. Oh, Stijn heeft een video gemaakt. Oh, dat is een toffe gast. Geef hem een likeie. Oh, ik klik hem weer weg. Oh, ik schrijf ook nog een comment met erop. Stijn, toffe video, gozer. Dat vind ik zo irritant. Heel veel mensen die klikken dan gewoon een video aan. En die gaan dan die video gewoon voor 10 seconden bekijken. Om gewoon te liken en te commenten. En daarna stoppen ze gewoon totaal met kijken naar die video. En dan zeg je, dit was de video, later. Nee, dat gaan we nu wel doen. Ja, zo. Dit was de video en ik zeg laters.